je dit als taxi hebt op Schiphol, dat vind ik echt helemaal geweldig. Bij elektrische auto's denk je toch niet zo heel snel aan ontzettend mooie sexy auto's. En dat is deze absoluut wel. It's a very smart looking car and I'd love to have one myself. If you then arrive at Schiphol and you're being welcomed environmentally friendly, it gives a fantastic first impression. So I think it's important that the airports in general take their responsibility. So I think it's a very good idea. We zijn mee gaan doen met dit project omdat we een positieve bijdrage leveren aan een schoner, beter milieu. Mijn naam is Jean-Michel Barguilly. Ik ben directeur van Schiphol Taxi. Mijn naam is Stef Hesselink en ik ben algemeen directeur van de Biosgroep. Nog een voordeel is dat de motoren tegen de wielen aangemonteerd zijn en dan was er wel voor als achter bagageruimte hebben. Passagiers met wat meer bagage kunnen ook al hun bagage kwijt in dit voertuig. My name is Sean Nielsen and I am the Global Vice President of Sales Operations for Tesla Motors. One of the things that most people don't know about the Model S is actually that it's one of the safest cars in the world. It should be a very comforting feeling riding it as a taxi, knowing that you're very, very safe in the cabin. Goedemorgen, naar de beest graag. Schiphol wil een van de meest duurzame luchthavens in de wereld zijn. En we hebben de markt uitgedaagd om met voorstellen voor taxivervoer te komen van hoge kwaliteit en innovatie. En die ook nog eens perfect aansluit op de duurzaamheidsambitie van Schiphol. Oh.